Dit filmpje laat zien hoe we binnen de gemeente Leusden ideeën en uitvoering met elkaar in verbinding brengen. We willen op een efficiënte en eenduidige manier werken, zodat voor iedereen duidelijk is wat we doen en hoe we dat doen. Ook willen we samenleving voorop verankeren in onze werkwijze. Als gemeente voeren we veel activiteiten uit. Tegelijkertijd is er een wolk aan ideeën vanuit het Rijk, samenleving, de Raad en het College. Ideeën en uitvoering worden met elkaar in verbinding gebracht. In onze gemeente vinden talloze waardevolle activiteiten plaats voor de samenleving. Al deze activiteiten worden door de gemeente of door onze partners uitgevoerd. De uitvoerende partijen zijn verantwoordelijk voor de manier waarop de uitvoering plaatsvindt. Er zijn altijd nieuwe plannen en ideeën. Zo zijn er initiatieven uit de samenleving, visie en ambitie van het college of de raad, of is er nieuwe regelgeving. Alle ideeën zijn van invloed op ons werk. Van elk idee moeten we bepalen wat we ermee willen doen, hoe we dat willen doen en welke rol de gemeente heeft. Daarom starten we altijd met het bepalen van een opdracht. Het maken van plannen en beleid doen we samen met interne en externe betrokkenen. Op die manier zorgen we voor draagvlak voor onze plannen. Er is bij het maken van plannen een steeds grotere rol weggelegd voor externe partijen. De plannen worden vastgesteld door college of raad, veelal voor een periode van 4 jaar. Daarna worden concrete afspraken gemaakt met een externe partij of met collega's die de uitvoering coördineren. We leggen gezamenlijk vast wat we komend jaar gaan uitvoeren. Elk jaar maken we nieuwe afspraken. Wanneer de afdeling dienstverlening verantwoordelijk is voor de uitvoering, maakt deze afdeling afspraken met de uitvoerende partij. Vanuit de gemeente hebben we regelmatig contact met de uitvoerende partijen en kijken of alles volgens afspraak verloopt. Soms moeten afspraken worden bijgesteld. Wat we besproken hebben, zetten we op papier. Is het gelukt om de afspraken na te komen? 1 keer per jaar evalueren we en leggen de resultaten vast. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie maken we nieuwe afspraken voor het komende jaar. Elke 4 jaar gaan we na wat de plannen hebben opgeleverd en hoe we hier de komende jaren mee verder gaan. Wat is er veranderd? We stellen eenduidigheid en efficiëntie centraal en borgen samenleving voorop in onze aanpak. Dat is nieuw aan deze werkwijze. We gaan plannen, afspraken en uitvoering beter en sneller bijsturen en zo inspelen op de actualiteit. Dit maakt ons werk makkelijker en geeft helderheid richting samenleving en externe partners. Zo gaan we dus werken.